Oké, goedemorgen, goedemiddag, beste Blik op Nationaal kijkers en volgers. Wat gaan we doen vandaag en deze dagen? 18 april, zaterdag 18 april. En we komen net uit Amsterdam. En we zijn aangekomen in Moskou. Goede vlucht gehad. Prettig. Wat ook heel prettig is. Ik weet niet of ik het mag filmen, maar ik doe het toch. Dat is hoe je door de douane komt. Dat is daar. Gewoon met je paspoort. Ja, je hebt nog wel een visum nodig. Want dat wil de EU nou eenmaal. Het visumregime vasthouden. Voor de Russen was het al lang niet meer nodig. Maar de EU houdt daaraan vast, dus je moet een visum aanvragen. En nou, heel simpel. Ik dacht, ja, je zal wel een formuliertje of zo nodig hebben. Nee, geen formuliertjes. Je komt bij de balie. En er wordt wel een klein formuliertje, maar die komt rechtstreeks uit de computer. En die onderteken je en dan loop je door. Ik ken vliegvelden in de wereld waar je eerst je schoenen uit moet trekken en je riem af moet doen en met je handen in de lucht moet gaan staan. En door allerlei schimmige cabines glazen cabines moet heen gaan. Nou, dat is hier niet het geval. Dus dat ging uitermate snel. En de koffers komen eraan. Dus die gaan we pakken. En dan gaan we Moskou bekijken. Gaan we wat impressies maken. En dan zijn natuurlijk ook de gedachten. Hoe gaat het met Rusland? Wat zijn de laatste berichten? En ook zaken als, laat ik maar gelijk man en paard noemen. En Natalie Wrighton, die ik dan gisteren weer op de radio hoor, het Volkskrant correspondent. Prachtige naam trouwens, je zou maar in de politieke commentaren zitten. En Natalie, en vooral die achternaam Wrighton, ja, dan heb je het gelijk in principe altijd aan je kant. Maar die dus het discours volgt wat je wel vaker hoort. De blokvorming. We moeten een blok vormen. Nou, daar zijn we weer. Waar waren we gebleven? De batterij viel even uit. Dat was vrij snel trouwens. Maar we hebben nog een reservebatterij. Die zit erin. Met het verhaal van de blokvorming. We moeten als Europa zijnde, of de transatlantische alliantie met de Amerikanen, een blok vormen tegen Rusland tegen China. Ik vind dat altijd al een beetje apart. Waarom moeten we een blok vormen? We moeten blijkbaar samenwerken met de Amerikanen volgens dat TTIP-akkoord. Ik weet er de fijnigheden niet van, maar ik hoorde vreselijke verhalen over. Dat moet blijkbaar wel. Maar met de Russen, nee, daar moeten we een blok tegen gaan vormen. Dus niet samenwerken. Daar moeten we een blok tegen voor. Nou, ik vind dat vreemd. De Russen willen graag samenwerken. Waarom zouden we dat niet ook doen? Kom je verder mee dan een blok gaan vormen tegen? Dan hoorde ik ook nog op de radio bij Bernard Hammelburg, onze geachte collega of collega's, journalist Olaf Koens, die had het dan over, ja, als ik hem goed citeer hoor, hou me even te goede. Maar volgens mij kwam het erop neer dat hij zei, onder andere gaf hij de Russen samen gaan werken met die oliepijpleiding via Turkije. Als ware dat een provocatie of een toonbeeld van de arrogantie van Rusland. Maar ja, ook daar zit wel een kanttekening aan. Rusland wilde natuurlijk het liefst gewoon door Europa, via Bulgarije. Maar ja, als daar niet meegewerkt wordt, ja, dan gaan ze wat anders doen. Dat kun je toch nauwelijks een provocatie van de Russen noemen. Integendeel, dat is gewoon het omgaan met provocatie van het Westen. Of de weigering om normaal zaken te doen. Nou ja, en dan nog een derde dingetje van de laatste week in de krant. De Telegraaf natuurlijk, met een artikeltje op internet. Dat de Russen met hun oorlogsschepen voor de kust van Engeland liggen. Of oorlogsschepen, in ieder geval één oorlogsschip. Ja, dat is natuurlijk zo.
Maar ook dat is maar weer de helft van het verhaal. Als de Telegraaf dat wel schrijft, maar niet erbij vertelt dat er, ik weet niet hoeveel schepen, of er 1, 2 of 3 zijn. Ik neig naar dat laatste, naar de 3 stuks. Maar goed, laten het er 2 of 3 zijn van de Amerikanen in de Zwarte Zee voor de zuidkust van Rusland. Ja, als je dat er niet bij schrijft, dan zou je inderdaad denken dat die Russen op oorlogspad zijn. Nou ja, als je dat er wel bij zet, ja, dan begrijp je dat het gewoon een reactie is van jongens, als jullie uitjes gaan doen bij ons voor de deur, ja, dan gaan wij ook af en toe een uitje doen bij jullie voor de deur. Lijkt me ook vrij logisch. Nou ja, kortom, dat zijn zo de achtergrondschermutselingen. Bij deze aankomst in Moskou. We gaan gewoon eens een beetje rondkijken. En daar waar het interessant lijkt te worden om jullie als kijkers te tonen, daar probeer ik de camera aan te zetten. Om de impressies te delen. En daar kwam ik dus zojuist heel soepel doorheen. Prima. Nou, we gaan op weg naar de binnenstad. En wordt vervolgd.